Vandaag ben ik naar Amsterdam gegaan met Noah. Noah, ook wel bekend als je tweede vader op TikTok. Niet Noah op Twitter. Hij is geweldig. Ik ken hem door TikTok. Door hem ben ik ook met BookTok weer begonnen. Eigenlijk door hem heb ik weer een beetje de liefde voor boekencontent gevonden. Toen ik het weer een tijdje op TikTok deed, dacht ik, hey, ik wil het ook weer op YouTube doen. Net zoals vroeger toen ik Erlaced had. Dat is lang geleden, 6 jaar geleden. Nu is het dit. Nou, anyway. En omdat ik vandaag, de dag dat jullie dit zien, jarig ben, dacht ik, ik mag lekker boekjes voor mezelf kopen. Dus dat ging ik lekker met Noah doen. En dit zijn wat leuke, gezellige beelden daarvan. Ik film zo, want ik durf het niet hoog te houden, omdat iedereen dan ziet op de vlog. Maar ik ben op station. Mijn bus is te laat. Ik haat te laat komen. En nu heb ik een trein van een half uur later. Daar zit Noah op mij te wachten in Amsterdam. Sorry Noah. Aankopen. We zijn ook naar. We zijn ook naar. Hoe heet die andere winkel? Scheltema geweest. Oh, je mag niet schelden. Ik zal het bliepen. Alleen ik durf niet te filmen, want het is zaterdag en het is overal stervensdruk. Dus ik vind het een beetje ongemakkelijk om dan in die winkel te gaan filmen en mensen te gaan filmen. Maar we gaan nu naar de ABC. En daarna gaan we naar een tweedehands. Irritante bel. Zelf een irritante bel. Oh! Oeh, ik liet bijna met mijn mobiel vallen. Oeh. Ik kan echt niet vloggen. Noah zoekt een boek, maar hij is bang dat hij hem niet kan vinden. Straight Romance. Dit is het boek, voor mij niet zoveel. Oh ja, oh my god. Ga ik hem halen? Ik vind die kraft zo lelijk. Kijk hoe cute dat krukje is. Ja, ga er even op zitten. Kijk, hij gaat op de beer zitten. Oh. En ik weet het, ik heb waardeloos gevlogd. Maar het was heel druk in Amsterdam. Ik wilde niet mijn camera in iemands bakkers douwen. Het was ook druk in de winkels. Dus ik heb niet heel veel gefilmd. Maar het is ook een moeilijke dag. Het is een beetje moeilijk in het leven op dit moment. Waarom? Omdat er veel gebeurt. Ik ben op zoek naar een woning met mijn vriend. En we hebben een hele mooie woning gezien. En we moeten voor 23 mei een bod doen. En ik vind dat ontzettend spannend. Het was wel fijn om even afleiding te hebben vandaag. Tegen de tijd dat jullie deze video zien, is het al bekend of we uiteindelijk een bod hebben gedaan. En of dat geaccepteerd is. Oh. Maar nu ga ik het even hebben over de boeken die ik heb gekocht bij de Waterstones. Ik heb 3 boeken gekocht vandaag. En dat vind ik reuze meevallen, want ik ben naar 3 winkels geweest. En ik ben ook nog even naar de Aco geweest. En ik heb alleen bij de Waterstones boeken gekocht. En wat het ding is, ik ben dus, ik heb ontzettend last van aften in mijn mond, onder mijn tong. En daardoor praat ik een beetje raar. En ik ben nog steeds een beetje verkouden. Al 3 weken. Maar oké. Ik ben deze aan het lezen. En ik vind hem fantastisch. En ik wil graag deel 2 hebben. Ik zag overal dit boek, maar geen deel 2. En ik wil hem niet online bestellen. Want ik ben veel te bang dat ik dan weer een grotere versie krijg. Of een hardcover. Of een andere editie. Ik wil deze reeks in deze vorm. Maar dan deel 2. Als allereerst deze van Jasmin Rahman. This is my truth. Ik heb letterlijk niet gelezen waar het over gaat. Ik heb ooit een boek van haar gelezen. Ik zit even te kijken of ik hem gelijk zo snel kan zien. Oh, waar is dat boek? Oh, hij ligt hier. Hij ligt hier. Oeps. Oh, het wordt echt donker, joh. Shit. Ja, weet je? Het moet even zo huistuin- en keukenvideo's. Het is nou helemaal zo. Deze, dit is echt een geweldig boek. Ik heb dit boek 2 keer gelezen. Hij is echt ontzettend goed. Het is wel een heftig verhaal, want het gaat dus over 3 meiden die een eind aan hun leven willen maken, maar ze weten niet goed hoe. En dan zoeken ze dus alle 3 iemand op via een website om dat samen mee te doen. Om het samen door te zetten, als het ware. Maar dan worden ze allemaal bevriend met elkaar. En ja, je moet het zelf maar lezen. Het is best wel heftig, maar echt zo goed. Ik kon dit boek niet wegleggen. Ik ben echt laat gaan slapen, omdat ik deze toen de tijd uit wilde lezen. En ik hecht heel veel waarde aan mijn slaap. Dus als ik slaap mis, voor wat dan ook, is het echt heel bijzonder. Ik vind deze geweldig, dus ik moest deze lezen. En ik weet niet of dit dan, nee, dit is niet een deel 2 of zo. Het is wel dezelfde soort artstijl. Dat vind ik heel nice. Ik ben heel benieuwd naar deze. Echt super benieuwd. En dan heb ik deze. Me, My Dad and the End of the Rainbow. Dit is een kinderboek. Staat, my name's Archie and I know 2 things for certain. 1, my mom and dad kind of hate each other. 2, they're keeping a big secret from me. Are you ready for a rainbow colored joy filled adventure? Nou, zou het LGBTQ zijn? Ik denk het wel. Ik ben heel benieuwd. En het feit dat LGBTQ
kinderboeken steeds meer een ding zijn, is geweldig. Yes! Ik kan dit alleen maar aanmoedigen. En ik ben gewoon zo benieuwd. Het heeft grote letters. Weet je, Harry Potter was ook een kinderboek. Dat maakt helemaal niks uit. Beetje jammer van J.K. Rowling verder. Maar ja, goed, wie zijn? En dan deze. Nou, sorry hoor. Sorry hoor. Kijk nou. Dit is toch niet normaal? Nou, vinden jullie dit normaal? Ik denk dat dit oprecht het allermooiste boek is wat ik op dit moment in de collection heb. Ik bedoel, kijk nou. Het is van Simon James Green. En daar heb ik wel meerdere boeken van gelezen. Daar heb ik ook altijd van genoten. Ook deze weet ik eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Maar Noah is helemaal gek van Simon James Green. En ja, denk maar dat ik deze kaft ga laten liggen. Wellicht zou ik hem laten liggen als het een problematische auteur had. Maar dat is bij deze niet het geval. Maar ik heb deze week nog 2 boeken gekocht. Dus ik heb eigenlijk voor mijn verjaardag 5 boeken gekocht. Ik moest laatst iets bestellen op bol.com, want mijn oortjes waren kapot. En toen dacht ik, nou ja, als ik dan toch bezig ben. Dat is zo slecht. Maar nu had ik een goed excuus, want ik ben jarig. The Last Time We Say Goodbye van Cynthia Hand. There's death all around us. We just don't pay attention until we do. Het gaat over rouw. Ook deze weet ik niet meer, maar ik heb deze heel lang geleden opgeslagen in mijn bol.com favorietenlijstje. En ik zag dat deze voor een goede prijs ging. En toen dacht ik, sounds interesting. Het is een boek wat ik nog niet heb gezien op BookTok of whatever. Ik dacht, laat ik eens weer een boek kiezen die ik nog nooit heb gezien. En die ik eventueel dan op TikTok of op YouTube kan aanraden. Ik hou wel van zware boeken. Soms vind ik het lekker om een beetje lighthearted iets te lezen. Een beetje romance, een beetje contemporary. Maar zware boeken, ja, daar ga ik toch af en toe ook wel goed op. Ik heb het idee dat dit een goed zwaar boek is. En als allerlaatst, last but not least, Get a Life, Chloe Brown. Dit is volgens mij van de serie. Dit is deel 1. Deze heb ik wel heel vaak op TikTok voorbij zien komen. Elke keer als ik hem zie, denk ik, oh, ik moet er ook al beginnen. Ik ben zo benieuwd. Ja, er staat Chloe Brown. Zal ik het even vertalen? Chloe Brown is een chronisch zieke computer nerd met een doel, een plan en een lijst. Na bijna, maar niet helemaal, doodgegaan te zijn, komt ze met een lijst om een leven te krijgen. Geniet van een dronken avond uit. Ga motorrijden, ga kamperen. Heb betekenisloze, maar toch enjoyable sexy time. Ja, oké, nog meer. Maar ik ben gewoon heel benieuwd als er dan staat computer geek met een lijst, weet je wel. Ik hou wel van geeky, nerdy karakters. Ja. En ik denk dat ik gewoon voor mijn verjaardag dan echt een hele goede vondst heb gedaan. Zeker. Er komen boekenvideo's aan en kookvideo's. Geef vooral een duimpje omhoog, zou ik super leuk vinden. En reageer iets leuks. Reageer wat je favoriete boek is van dit moment. Oké. Oh, die stem is zo verkrekt. Maakt niet uit. Oké. Bye. Oeh. Ik gooi bij mijn camera om. Wat de hel.